Hoe is dat nou, mevrouw, zo'n boekenmarkt voor de deur? Daar wen je aan. Het is al jaren. Dus dat was vanmorgen vervelend. Of gisteravond, ze zouden een bepaalde tijd, zouden de kramen neergezet worden. Het was pas 11 uur toen. Een paar kramen en toen vanmorgen om 7:30. Dat was minder leuk. Dat was herrie. Ja, dat is logisch. Mensen bewegen. Toch? Maar nu de boekenkraam loopt, het is heel rustig, hè? Ze zijn allemaal zo stil. Ja, maar op een of andere manier boffen ze wel met het weer. Dat het niet zo warm is. Wat loopt de verkoop, meneer? Rampzalig. Serieus? Het is een ramp, meneer. Niks verkocht? Jawel, het valt wel mee, hoor. Heeft u zelf nog een boek aangeschaft? Nee, ik heb boeken genoeg. Als je zo 87 bent, dan heb je boeken genoeg. Van die dikke. Ik zie hier staan alle boeken 50 cent, maar ik zie nog maar één boekje liggen. Precies, de zaken lopen van dolle. We hebben wel commentaar gekregen dat we wat onder de prijs zaten, maar ja, het is voor de lol. Mensen vinden het gezellig. Hoeveel boeken heeft u verkocht? Ik zat net even te rekenen, de kinderen hebben ze verkocht, hè, maar die kinderen zijn nu weer naar binnen. Maar, die zijn de winst aan het opstrijken. Die hebben helaas een andere rotzooi ervan gekocht, dat is dan wel jammer. Maar ik denk 30 boeken verkocht in krap 2 uur. Dat is niet verkeerd. Nee, dat is leuk. Doet u dit elk jaar? Nee, het is eigenlijk het eerste jaar dat we dachten van, hé, we hebben nog boeken, weg ermee. Want u woont hier, hè? Ja. Nou, dan is het makkelijk verkoop. Ja, daar moet je toch nog wel wat kwaliteit voor hebben. Ja. En wat voor boeken heeft u verkocht, of de kinderen? Ja, vooral de echt leuke kinderboeken. Dus ze hebben ze uit en dan, ja. En als de kinderen erachter zitten, dan gaat het heel goed. U bent verkeerd, hè? U bent altijd op de ijsbaan hier aan het schaatsen op het Statenplein. Maar het is nu boekenmarkt. Ja, ik vind het leuk om gewoon rond te kijken en een beetje reclame te maken voor hetgene wat we doen. Hè. Wat doet u dan? Nou, reenactment. Ik ben weer in Waterloo geweest 2 weken geleden, of 2,5 week geleden. En gewonnen of verloren? Altijd gewonnen. Napoleon verliest het altijd al 200 jaar. Er verandert niks aan? Nee, er verandert helemaal niks aan. Nee. Heeft u boeken gekocht? Nee, ik heb geen boeken. Ik heb pas nog een boek gekocht, maar ja, dat blijft niet aan de gang natuurlijk. Biografie van Napoleon misschien? Nee, ja, daar heb ik er ook wel een paar van. Ja, en, ja, dat houdt een keer op. Alles is al een keer geschreven natuurlijk. Ja. André Oerlemans, jij vertegenwoordigt een aparte groep Dordtse schrijvers. Hè? Vertel eens eventjes, wat is dat voor club? Wij zijn de Dordtse Schrijvers Loge. En wij borduren voort op een eeuwenoude middeleeuwse loge die Andries, een van onze leden, ontdekt heeft in de annalen op het Stadsarchief. En wij vormen dus eigenlijk een club van Dordtse schrijvers die elkaar helpen op allerlei gebied. Dus elkaars werk nakijken, uitgeven, promoten, elkaar hard onder de riem steken. We organiseren soms activiteiten, dat we bijvoorbeeld lezingen geven. Dat iedere schrijver kan enorm boeiend vertellen over zijn eigen boek, waar hij jarenlang onderzoek naar heeft gedaan. Dus dan geven we als lezingen. En die club noemen wij naar uitgebruik de Loge. En jullie staan hier nu op de boekenmarkt. Ja, elk jaar staan jullie hier. Maar een beetje in een uithoekje. Ja, we stonden vroeger zelfs op het Hof. Dat kan je nog een grotere uithoek noemen. De Hofstraat is op zich een mooie aanloopstraat. Ook naar het Steegoversloot en naar het Hof. Afgelopen jaren werd het Hof verbouwd. Dus toen was er eigenlijk weinig te doen. En dit jaar hoopten we, Hof van Nederland is open. Dus heel veel mensen gaan naar het museum. En wij liggen precies in de route. Maar vanwege het weer is dat niet zo uitgekomen dit jaar. Het is geen succes? Qua omzet niet, maar qua gezelligheid is het elk jaar weer een succes natuurlijk. Is het niet warm zo? Ja, het is wel warm, maar ja goed, stalen zenuwen. Hollandse soldaat. En krijgt u nog een beetje aanspraak van mensen? Mensen die vragen wat wil je, of ben je van de muziek, of ben je dorpsomroeper of wat dan ook. Ja, ik af en toe schaats ik hier ook wel in december natuurlijk ook, haast een maand lang. Dan is het wat ander weer, hè? Ja, maar dan loop ik in hetzelfde pak.
Maar dan een lange onderbroek eronder. Ja, ook ja, dat zou kunnen, ja. Nou, veel succes op het slagveld. Ja, oké, jij bedankt. Oké, fijne dag nog. Frits Baarda, bekende Dordtse boekenhandelaar en schrijver. Jij hebt heel veel Dordtse boeken, hè? Ik heb veel meegenomen. Ja, de Dordtse boekenmarkt, daar komen natuurlijk heel veel Dordtenaren ook op af. Maar ook mensen uit Rotterdam en Delft en Groningen. Dus iedereen. En hebben die belangstelling voor Dordrecht? Nee, die hebben belangstelling voor heel andere zaken. Dus dat, ja, ik heb hier ook kunst en... En fotografie op de kraam, maar ik wil echt iedereen tevreden stellen vandaag. Maar die Dordtenaren die komen echt voor die Dordtse boeken, hè? Ja, die gaan hier staan grasduinen, kunnen anderhalf uur voor de kraam staan en dan hoeven ze van mij nog niet eens een boek te kopen. Dus als ze maar een plezierige dag hebben. Het zijn echte chauvinisten, hè, Dordtenaren? De meeste wel, ja. Eilandbewoners en gewoon geworteld in dit gebied. Dus, maar er is best veel verschenen over Dordrecht. Ja, er is opvallend veel verschenen, ja. En, ik heb hier denk ik 3 meter kraam en allemaal Dordtse boeken, allemaal verschillend. Dus heel veel, maar terecht ook. Want Dordt heeft een hele rijke historie. Er valt over alles te schrijven en we zijn nog niet uitgeschreven. Dus er komen vast nog meer heel, heel mooie boeken. Dus. Jij bent ook nog steeds aan het schrijven? Ja. Over Dordt? Ook over Dordt. Er zit ook nog iets in de pen. Wat komt eraan? Ja, dat dacht ik wel. Daar mag ik van de uitgever niets over zeggen. Maar wanneer komt het uit? In november dit jaar. Zal ik het toch zeggen? Het boek 111 plekken in Dordrecht die je bezocht moet hebben. En ik ben ze allemaal aan het opzoeken en beschrijven en fotograferen. Die moet je gewoon een keer gezien hebben? Ja, vind ik. Ja, dan neem je je bezoek mee naartoe. En dat is wat je bezocht moet hebben. Kun je één plekje noemen waarvan je zegt van nou, één van die 111, die moet je gewoon ook gezien hebben? Ik zal een heel verrassend antwoord geven. We gaan naar de overkant, naar Zwijndrecht. En dan zie je het mooiste gezicht op Dordrecht. Daar moet je wel geweest zijn, om het echt gezien te hebben. Die Zwijndrechteraar, die boffen maar. Ja, zeker. Ja. Want andersom is het niet mooi, hè? Daar laat ik me niet over uit. Ik vind het een heerlijk tochtje naar Zwijndrecht. We hebben hier te maken met een echte Dordtenaar. Heeft u nog een beetje boek kunnen scoren? Nou, ik ben zomaar aan het kijken, maar het is wel interessant. Ik ben van het kijken en niet kopen. Ja, nou, als je een leuk boekje ziet, maar ik ben niet zo lezerig. Je krijgt zoveel bladen in de brievenbus. Ja, maar dit zijn boeken. Ja, boeken is wel interessant. Als je een leuk boek vindt, maar ik ben er niet op uit. Niet op zoek naar een mooie detective? Nee, ik ben niet echt op zoek. Te moet toevallig van mijn neus leggen dan, toevallig. Ja. Ik heb hele mooie boeken gezien, hoor. Ja? Maar zelf heb je er ook geen tijd voor, denk ik. Om te lezen? Ja. Ja, maar nu gaat u mijn vragen stellen. Ik stel u de vragen. Ja, dat is waar. Je leest graag. Maar even serieus. U vindt het wel leuk, zo'n boekenmarkt? Ja, ik vind het gezellig, ja. Met de bussen goed geregeld,
Ze brengen de mensen van het station gratis hier naartoe. Als ze van buiten de stad komen, heen en terug gratis. Ze brengen je overal naartoe in de binnenstad, overal. Rijden overal rond, bij de grote kerk, overal. Ik ben zelf met de auto, maar ik denk dat ik die bus pak. Als het gratis is, pak ik de bus. Alles is gratis. Ja, ik heb toch een passie van de gemeente, dus ik reed al gratis. Voor mij is geen verrassing. Maar wat zit er in de tassen? Wat er in de tassen zit? Nou, met drinken. Nou, niet echt. En mijn paraplu. En een fles drinken. Nou ja, een paar plastic zakjes. En hier zit een witte eend in. Een zwaan. Die kreeg ik net. Maar geen boeken? Geen boeken. Maar dat komt misschien nog. Ik vind het wel erg gezellig. Maar ik ben blij dat het een beetje frisser is, hoor. We krijgen regen en onweer. Dag. Doei. Dag. Jouw laatste boek? Duivelshol. Een thriller over een journalist die een complot ontdekt over geheime diensten. Die eigenlijk terrorisme met de mantel der liefde bedekken. En eigenlijk zorgen dat die war on terror gaande blijft. En een journalist ontdekt dat als hij onderzoek doet naar zijn verdwenen vrouwen en kinderen. De andere schrijvers die staan, de Duitse schrijvers, wat voor genre beschrijven die? Over het algemeen ook spannende boeken. Maar ieder ook uit zijn eigen ervaring. Dus, Arend van Kampen die werkt in de olieindustrie wereldwijd. Dus zijn thrillers gaan echt over misstanden in de olieindustrie. Dus Robert Koala, gifaffaires, dat soort dingen. Jochem Visser die is advocaat. Die doet ook heel veel met historisch onderzoek. Dus de Morion gaat bijvoorbeeld over de tijd van Johan de Wit. Of Maurice Net over een enclave tussen Nederland en België. Waar in de 19e eeuw een hele intrige plaatsvond. En Andries Bonuskansker, nou, die zitten bij de reddingsbrigade, de politie, AVD. Dus die zijn weer meer getint als het om politiewerk gaat. Maar het zijn over het algemeen spannende boeken die wij schrijven.